petite jolie bergère. Paquiton, paquiton, la bergère. Si furtive ou comme de gruyère. Pas du temps, pas du temps, du gruyère. Comme une reine ma caresse. Pas du temps, pas du temps. Ma caresse, comme une rêve ma caresse. Pas du temps, pas du temps, ma maîtresse. Pas du temps, pas du temps, ma maîtresse. Hoe ze elkaar ontmoet hebben? Hoe hebben wij elkaar ontmoet? En bij toeval, zoals iedereen. Hoe wij heten? Wat kan dat jullie schelen? Waar we naartoe gaan? Hier, even verderop. Waar we vandaan komen? Ik weet nooit waar je naartoe gaat. Jullie zijn bijzonder opdringerig. Wat gaat het jullie nou aan? Als ik nou zou zeggen dat wij op weg zijn naar Rouen, Lourdes, Florence of Amsterdam, zou u dat ook maar iets verder helpen? Maar ja, als u erop staat, wij zijn op weg naar... Sst. Wie weet worden wij achterna gezeten. Misschien zit er een bende achter ons aan. Wie weet krijgen we hier direct bloedige schermutselingen. Regelt u hier stokslagen? Wordt er met scherp geschoten? Dat zouden wij allemaal kunnen laten gebeuren. Maar wij worden niet nagezeten. Is dat zo? Is dat niet zo? Elke avond weer doet het publiek zijn plicht als souffleur. En elke avond weer hou jij ze voor de gek. Het is niet zo. Eerlijkheid is niet genoeg. Het moet ook boeiend blijven. Meneer, wat zei je? Niets. Jawel, jij zei iets. Nee. Elke avond vraagt hij hetzelfde, nooit zeg ik iets. Ah, ik zei, mijn heer. Kom, kom, jij zei iets omdat ik niet zei. Als ik dan iets gezegd moet hebben, laten we dan maar zeggen dat ik zei... Wat zei je? Weinig waars en veel leugens. Maar wat? Dat mijn kapitein altijd zei... Al het goede en kwade dat ons hier beneden overkomt, staat boven geschreven. Dat is mooi gezegd. Mijn kapitein zei ook dat elke kogel die uit een loop komt een adres bij zich heeft. Had hij nog gelijk in hoop? Ja. Bijvoorbeeld de kogel in mijn knie. Zonder dat schot was ik waarschijnlijk nooit in mijn leven verliefd geworden. En kreupel. Jij bent dus verliefd geworden. En hoe? En kreupel? En kreupel. Ja, maar jij bent toch niet kreupel? En niet verliefd. Oh, je was verliefd. En je was kreupel door een schot. Dorpsschot. Daar heb je mij nooit iets van verteld. Hoezo? Het kon niet eerder verteld worden en niet later. Oh, en dan is het nu zover dat ik het verhaal van jouw liefdesavonturen mag horen. Wie weet? Ja, wat bedoel je nou? Daarboven staat het geschreven. Goed, begin dan maar op goed geluk. U ziet het loopt. En u ligt het aan ons of u 1 jaar op het verhaal van mijn liefdesavonturen moet wachten. 2, 3 jaar. Ik hoef maar een andere weg te nemen als die van mijn meester, om ons allebei in de gekste verwikkelingen te verstrikken. Wat let ons bijvoorbeeld om de meester te laten trouwen en hem daarna cocu te maken? En hem naar de West te laten varen. En de meester erachteraan te sturen. Maar ons dan ook alle twee op hetzelfde schip naar Frankrijk terug te laten keren. En het is zo makkelijk om verhalen te verzinnen. U ziet wat we nu al verzonnen hebben. Oh, liefde is een onderwerp waar al... 2000 jaar zoveel over geschreven is, zonder dat je er 1 ogenblik iets meer van begrijpt. Kunt u nou weinig waardering opbrengen voor wat hier gezegd wordt? Waardeer dan des te meer wat hier niet gezegd wordt. U kent dat slag. Het is geen benul. En als er eens een keertje iets slims zegt, is het meestal een kwestie van een herinnering of een inval. Ze hebben ogen als u en ik, maar weten niet wat ze zien. Ze slapen niet, maar wakker zijn ze ook niet. Dat leeft dag in dag uit zijn laatste dagen. En dit soort is onbetrouwbaar. Ze roddelen over je, ze grappen, ze ginnen grappen.
Maar ja, een meester heeft geen groter vijand dan zijn knecht. Nee. Je hebt goede en slechte knechten, dat wel. Maar je hebt meer goede knechten dan goede meesters. Hij is me altijd net even voor. En ik haal hem ook nooit in. Ga zitten. Sta op. Ga zitten. Sta op. Ga zitten. Sta op. Ga zitten. Sta op. Waarom? Omdat we hier zo gauw mogelijk vandaan gaan. Waarom? Omdat we het hier niet goed hebben. Krijgen we het ergens anders beter? Worden wij misschien toch nagezeten? Wij worden in de gaten gehouden. Na dat stommige vraag ook dat stommige staar. Kijk ik jullie soms het eten uit de mond, avond en avond. Weet jij wel hoeveel er zijn? Weet je wel hoeveel er zijn? Nog lang niet genoeg. Brutale praatjes maken. Wij zijn de waarheidslievend. Wij willen niet zeggen waar we vandaan komen, we willen niet zeggen waar we heen gaan. Zij zullen zeggen, u bent misschien wel grappig in het vertellen van verhalen, maar u bent beslist nog niet goed genoeg in de dramatische kunst. Willen wij ons voor u interesseren, dan moet u zichzelf afschilderen als onschuldig slachtoffer van uw meester. Als iemand die met geweld tot de ellendigste vernederingen wordt gedwongen. Maar heren, heren, u zondigt tegen de vuistregels van Aristoteles, Horatius, Diderot. De eerste die een pik verroert, sla ik kort en klein. En als ze nou eens een pink hadden verroerd? Uitgesloten. Waarom? Ze hebben het niet gedaan. En als ze het nou hadden gedaan? Pech had. Of meevallen. En als? En als? En als? En als? Als de zee kookt, zit die volgestoofde vis. Zeg, wat doe je nou? Ik bid. En waarom bid jij? Omdat er weer iets gebeurt wat boven geschreven staat. Oh, dat ik jou zou slaan? Nee, dat u mij wilde slaan. Maar dat u mij niet sloeg. Omdat ik dat verhinderde, omdat ik zei dat daar boven geschreven stond dat... Dat ik jou zou slaan. Maar wat bid je dan? Gij, die het grote boek hebt gemaakt. Gij, wie u ook bent. U die alles schreef wat boven geschreven staat. U wil geschieden. U wist van tevoren wat goed voor mij was. U wil geschieden, amen. Maar Sjaak, als alles nou al opgeschreven staat, heeft het dan nog wel zin om te bidden? Misschien wel, misschien niet. Kijk, ik bid toch maar op de borden gooien. Ik word er niet blijer om, ik word er niet roger om, maar ik ben nogal impulsief. En dan vergeet ik mijn principes in de wijze lessen van mijn kapitein. En ik lach en ik huil als een idioot. Ja, maar je kapitein, lacht of huilde die dan nooit? Zo goed als nooit. Hoe ver waren we nou ook alweer met jouw liefdesavonturen? Bij mijn kniebom, dacht ik. De veldslag is uitgevochten. De vijand zet de achtervolging in.
slaagt op de vlucht, probeert zich nog te redden. Iedereen denkt alleen aan zichzelf, niet aan mij. Ik blijf alleen aan, op het slagveld. We dolven onder een berg van doden en gewonden. De volgende dag word ik samen met nog een man of 10 op een kar gegooid. Op weg naar een van onze lazaretten. Een wond aan de knie hier. Is toch wel de gemeenste wond die er is. Nou, als dit nou toch het verhaal is van jouw liefdesavontuur, dan denk ik dat een andere plek toch wel heel wat pijnlijker zou zijn. Grapjes. Een mens heeft daar, ik weet niet hoeveel potjes, pezen, scharnieren, en die heet er... Genu. Genu. Het is Latijn voor knie. Het lichaamsdeel dat onder- en bovenbeen met elkaar verbindt. En bij het paard. Het gewricht dat hand, middenhand en spraakbeen met elkaar verbindt. Ja, hoe je hem ook draait of keert. Die pijn was niet te harde daar op die bodem van die kar. En die hobbelige weg maakte het nog veel erger. Bij elke bobbel gilde ik het. En waarom? Omdat daar boven geschreven stond dat je moest gillen. Al had het er niet gestaan. Ik verloor meer en meer bloed. Ik was ten dode opgeschreven als onze kar de laatste in de hele file niet was gestopt bij een boerenhut. Ik vroeg of ze mij eraf wilden halen. Men legde mij op de begane grond. In de deur van de hut stond een jonge vrouw. Ze ging naar binnen, kwam even laat terug met een fles en een glas wijn. Ik nam één. Een paar slokken. De kar voor ons ging weer rijden. Men wilde mij weer tussen mijn kameraden gooien, maar ik greep mij vast aan de kleren van de vrouw en in alles wat er maar aan haar te pakken was. En ik besloeg dat ik mij niet weer op die kar liet gooien. En als ik dat toch dood moest, dan was daar waar ik was. In plaats van een paar mijl verderop, meer kon ik niet zeggen. Want toen daar, in de armen van die vrouw, verloor ik het bewustzijn. Oh, smeerlap, ik heb jou door. U hebt mij niet door. Ben je nou op haar verliefd geworden, ja of nee? Spot. En dan was ik op haar verliefd geworden, wat dan nog? Kan iemand zelf uitmaken of je verliefd wordt of niet? En als je het bent, kun je dan maar blijven doorleven alsof je niet verliefd bent. Als het erboven geschreven had gestaan, had ik tegen mezelf alles kunnen zeggen wat u nu tegen mij belieft te zeggen. Ik had mezelf om de oren kunnen slaan, mijn hoofd tegen de muur kunnen beuken, mijn haren kunnen uitrukken. Er zou niets meer of minder gebeurd zijn. En toch had ik de man van mijn weldoenster cocu gemaakt. Ja, maar als je nou zo redeneert, dan kan iemand toch zonder wroeging misdaden begaan? Daar heb ik ook vaak over zitten piekeren. Maar of ik wil of niet, ik kom altijd weer terug bij die oude lijfspreuk van mijn kapitein. Al het goeds en kwaads dat ons hier beneden overkomt, staat boven geschreven. Maar volgens mij, kijk Sjaak, ik voel toch dat ik vrij ben. Net zoals ik voel dat ik denk. Ja, nu! Nu u niet tot actie wilt overgaan. Maar wil nu eens uit uw stoel vallen? Wil. Goed, ik wil uit mijn stoel vallen. Nee. Losjes weg, niet geforceerd. Geen zelfoverwinning. Alsof u iets onder de tafel wilt opruimen. Net niet helemaal. Helemaal net niet. Maar wat doet dat er nou toe? Als ik maar val. Als ik maar bewijs dat ik vrij ben. Nou, wat vind je ervan? Van de vrije wil? Nee, van een kniewond. Oh. Wel? Nou, er bestaat geen gemeenere wond. Dan uw kniewond? Nee, dan de jouwe, dan de mijne, dan alle kniewonden van de hele wereld bij elkaar. En wat de vrije wil betreft, heer. U ziet, zonder mijn tegenspraak had u het nooit in uw hoofd gehaald om uit uw stoel te vallen en daardoor uw knie te stoten. Ik heb kans gezien u uit uw stoel te krijgen. En als ik voorbeeld iets bewijs, is het niet dat u vrij bent, maar dat u niet goed bij uw hoofd bent. Dat u mij wilde slaan, maar dat uw knie dat belette. Ook dat staat boven geschreven. Gelooft u werkelijk dat die lijfspreuk van mijn kapitein Don Zenu is? Niet zolang jij leeft, verdomde praatjesmaker. Sjaak, wat ben jij nou toch voor een satanisch figuur?
ik ben ik. Mag ik alsjeblieft? En als ik ik ben, kan ik dan doen alsof ik iemand anders ben? En als ik iemand anders ben, kan ik dan ik zijn? En is er sinds ik op de wereld ben ooit één moment geweest dat ik niet ik was? Allemachtig, Sjaak, waar heb je dat toch allemaal opgestoken? In het grote boek. Een mens kan nadenken, nafluizen, mediteren in alle boeken wat hij wil, doe maar. Wie het grote boek niet heeft gelezen, is en blijft een sukkel. Maar nou zit ik nog met één probleem. Werd die weldoener van jou nou cocu gemaakt omdat het daarboven geschreven stond? Of stond het daarboven geschreven omdat jij hem cocu maakte? Allebei de mogelijkheden stonden tegelijk opgeschreven. Mooi, Sjaak, heel mooi. Maar wat doen we dan hier? Alles wat we gaan doen is toch al opgeschreven. Alles staat geschreven juist met de bedoeling dat we het doen. Dus wij doen op dit moment wat daar geschreven staat. Ja, maar we moeten net doen of we niet weten dat het er staat. Bedweter, als het er niet stond, dan zou je het toch ook niet kunnen doen? Wij kunnen alles doen, of we nu weten dat het geschreven staat of niet. Hoezo? Als je niet weet wat er geschreven staat, weet je ook niet wat je wilt. Ook niet wat je doet. Je gaat in op een gril, je noemt dat verstand. Of je gebruikt je verstand, dat vaak niet meer is dan een gevaarlijke gril. Die nu weer eens goed en dan weer eens slecht uitvalt. Dan weer eens slecht en dan weer eens goed. Geen gemener wond dan een kniewond, heer. Wel, nee. Sjaak. Neem nou eens aan dat ik jou verloren had. Zou je het dan niet fijn vinden? Als je mij de hele dag hoorde roepen... Sjaak, Sjaak, Sjaak. Kijk, hoort mijn knie mij dan roepen, au, au, mijn knie. Dan zal mijn knie dat ook erg fijn vinden en zeggen... Dat lichaam waar ik in woon, daar zit een prettig karakter in. Dat ik maar gauw zorgen dat ik weer beter word. Geen grotere dwaas dan de dwaas die denkt dat hij wijs is. Precies. Zeg, Sjaak, kan jij me uitleggen wat een dwaas is en wat een wijs is? Nee, natuurlijk. Nu niet. Oh, je weet niet wat een dwaas is en wat een wijs is? Nou dan. Oh, kon ik het maar zeggen zoals ik het kan denken. Maar daarboven stond geschreven dat ik de dingen in mijn hoofd zou hebben. Maar dat de woorden me niet te binnen wilden schieten. Dat kan iedereen overkomen. En Sjaak, mijn heer, is een mens als ieder ander. Jij vergist je. Een Sjaak is geen mens als ieder ander. Soms. Soms is hij beter. Sjaak, jij bent een verdomde praatjesmaker. Jij misbruikt mijn goedheid. Jij weet niet meer waar je staat. Maar ja, als dat mijn fout is, dan zorg ik wel dat je het nu wel weer weet. Sjaak, kom eraf. U zegt het maar, ik heb het hier best en ik kom er niet af. Jij bent niets anders dan een Sjaak en je wordt ook nooit iets anders dan een Sjaak. Kom eraf. Als u nou wilt dat ik u gehoorzaam... Beveel dan iets anders. Ik beveel jou, kom er onmiddellijk af. Ik weet dat u zich vergist, waarom zou ik? Waarom zou ik? Ik ben zo lang gewend als gelijke met u op te treden. Dat is dan nu mooi afgelopen. Na alle onbeschoftheden die u van mij heeft geslikt. Ik slik er niet één meer. Nu ik met u aan één tafel zit, nu u mij kerel noemt. Sjaak, kerel. Je weet toch wel wat dat betekent in de mond van een meerdere? Nu uw naam en de mijne voor eeuwig met elkaar verbonden zijn, wilt u de band verbreken? Nee, dat gebeurt niet. Daarboven staat het geschreven, zolang Sjaak leeft, zolang zijn meester leeft. En zelfs als ze allebei dood zijn, zal men ze in één adem noemen. Sjaak en zijn meester. En ik zeg jou dat je eraf komt en dat je op staande voeten eraf komt, omdat ik het je beveel. Sjaak, kom eraf. Sjaak staat hier goed en komt er niet af. Jij komt er wel af. Ik kom er niet af. Jij komt er wel af. Ik kom er niet af. Je komt er wel af. Ik kom er niet af. Je komt er wel af. Ik kom eraf. Je komt er niet af. Daarboven stond dus geschreven dat ik eraf zou komen. Daarboven staat dus geschreven dat ik die vent nooit kwijtraak. Dat hij mijn leven lang meester zal zijn en ik de knecht van zijn grillen. Daarboven staat geschreven dat u niet buiten mij kunt. En ik weet dat u zonder mij niet kunt bestaan. Ik zal daar misbruik van maken zolang als ik de kans krijg. Eén ding staat vast, u hebt de reputatie, ik heb de hersens. Maar bij die verdeling kom jij er weer beter af dan ik, Sjaak. Ik geloof dat ik jouw plaats inneem en jou op de mijne neerzet. U zou er uw reputatie bij verliezen en er geen hersens bij krijgen.
Nu, Jacques. Jouw liefdesavonturen. Waar was ik gebleven? U hebt mij zo vaak in de reden gevallen, ik weet niet waar ik gebleven ben. Ik kan net zo goed opnieuw beginnen. Naar de duivel! Met de kroegbaas en zijn hele kroeg! Waarom? Toen ik mij zat te bezatten aan zijn slechte wijn, vergat ik de paarden te drinken. Mijn vader merkte dat, pakte een knuppel en gaf mij een pak slaag. Net op dat moment marcheert er een regiment soldaten voorbij. Uit pure woede laat ik mijzelf ronselen. De veldslag is uitgevochten. En toen heb jij je kogel thuis gekregen. Hoe is het met uw kniewond? Niet slechter dan met de tafelpoot waaraan hij zich stootte. Om terug te komen op een pijn die wij allebei kennen. Door het helaas van mijn kniewond dat ook u verhaal is geworden door uw botsing met... Nee, om terug te komen op het relaas van jouw liefdesavonturen. Dat ook mijn verhaal is geworden, maar dan wel door mijn eigen vrije wil. S'avonds kwam ik pas bij. Ik lag bloot op een bed. Om mij heen stond de boer, zijn vrouw die me geholpen had, en een paar kindertjes. De vrouw dookte een pump van haar schort in azijn en wreef mijn neus en mijn slapen. Toen ze me behandeld had, trokken ze zich terug in hun kamer. Die van de mijne was gescheiden alleen door wat latwerk. En latwerk beplakt met behangselpapier. Ik kon niet in slaap komen. Ik moest hun wel horen praten. En opeens hoorde ik de vrouw zeggen: laat mij met rust. Hoe kun je? Achter die wand ligt een arm, ongelukkig mens te sterven. Oh, zei de man boos. Oh, vrouw, vertel me dat maar als ik klaar ben. Kijk, het was niet mijn bedoeling om hun gesprek te volgen. Maar opeens zei de man: oh jee, oh. Nee, hij schreeuwde meer. Oh, 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 oh. De druivoogst is slecht. Het graan is niet te betalen. Er is geen graan zonder wijn en geen wijn zonder graan en geen brood. Oh, was er maar werk. Oh. Maar wij armen verdienen slecht, de rijken bezuinigen. Als je één dag werkt, kun je 4 dagen thuis blijven. En op zo'n moment moet jij zo nodig iemand in huis halen. Je laat een chirurgijn komen, een chirurgijn die geen haast maakt om hem gezond te maken. En kan hij ons nog langer geld afhandig maken. Je hebt gelijk, zei de vrouw. Je hebt gelijk. Daarom maak je mij zwanger. Alsof je dat al niet vaak genoeg hebt gedaan. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Ik voel dat je me een kind maakt. Hoe kan je dat dan weten? Dat zeg je elke keer. En het klopt altijd als mijn oor jeukt. En nu jeukt mijn oor zoals het nog nooit heeft gejeukt. Maar kan jouw oor nou weten wat er allemaal jeukt? Laat mijn oor met rust. Mijn oor! Oh. Mijn oor! Oh. Oh, oor. Uit deze stilte maakte ik op dat de jeuk haar oor over was. Ik was daar erg blij om, zij ook trouwens. En op haar ben jij verliefd geworden. Ik werd wakker door hard praten. De boer, zijn vrouw en de chirurgijn hielden heimelijke onderhandelingen achter de papieren wand. En de boer vroeg aan de chirurgijn: duurt het nog lang? Heel lang, op uw gezondheid. Hoe lang? 1 maand, 2 maand? 2 maanden? 3 maanden? Waar maak ik 4 van? Ik zal zeggen: knieschijf is verbrijzeld. Dijbeen ligt aan flatter en scheepbeen is over de lengte geschud. Gezondheid, mevrouwtje. Ja, kerel, jij drinkt te veel. Op de eerste plaats is het een goede vijf. Op de tweede plaats heb ik vanavond toch geen verstand meer nodig. Gezondheid, meneer. 4 maanden? Minstens op de gezondheid van uw vrouw.
De mijne en de zijne. 4 maanden, waar hebben we dat dan verdiend? Waarom moest je hem ook zo nodig in huis halen? Begin je weer? Je hebt me vannacht beloofd dat je geduld zou hebben. Dan begin je weer. En dokter, misschien kunt u het been beter afzagen. Ja, nou denkt u natuurlijk dat de chirurgijn zijn amputatiegereedschap tevoorschijn pakt en gaat zagen, branden, snijden en hakken. En dan moeten wij een ooggetuigenverslag aanhoren van de operatie. Als ik het goed begrijp, staat dat u tegen. Goed, dan sla ik dat over. Ja, maar je been is toch niet geamputeerd? Nee, dat heb ik toch overgeslagen? Nee, zit de chirurgijn. Afzagen zo even lang moeten genezen als wanneer de knie eraan blijft. Op uw gezondheid. Op de knie. U zult nou wel zeggen, de waarheid is vaak ordinair, vulgair en plat. Bijvoorbeeld het verhaal over die knie. De vraag is het ook boeiend? Nee. Nee. Echt gebeurd is nooit voldoende. Die verhalen wil vertellen, die moeten doen als Molière, Voltaire of Renard. De waarheid heeft zijn boeiende kanten, maar alleen het genie haalt hier uit. Zonder genie kun je beter slim zijn, kleine man, in je mond houden. Zo is het. Ja. Jij bent niet slim. Daar ben ik blij om. Voor ons allebei. Ik begon me net te vervelen omdat ik niet meer kon luisteren. En jij waarschijnlijk omdat je niet meer kon praten. Ga maar door. De rechtvaardigheid... De rechtvaardigheid is nooit in het geding. Daar kan je wel van uitgaan. De deugd. De deugd? De deugd is een schone zaak. Zondaars en brave burgers praten er niets dan goeds van. Allebei hebben er belang bij. Het ene om ernaar te leven, de andere om er tegen te zondigen. Laten we het nou over wat anders hebben. Jij zei zelf dat je vanavond toch je verstand niet meer nodig zou hebben. Je hebt gelijk. Toen ik wegging van thuis, hadden mijn vader, mijn moeder en mijn peetoom wat geld bewaard. Spaard van wat ze konden missen. Ze konden mij heel weinig missen. Bovendien had ik die 5 daalders bewaard die mijn broer Jean me had gegeven voor zijn rampzalige reis naar Lissabon. Dat geld voor mijn peetouders en mijn soldij, vormde een aardig en vooral volkomen eerlijk vergaard bedrag. Ik zocht onmiddellijk mijn spaarduiten bij elkaar en riep de chirurgijn. Maar wat had jouw broer Jean nou in Lissabon te zoeken? U hebt een kennelijk plezier door mij steeds meer van mijn apropos af te leggen. Kijk, met al dat gevraagd kunt u uw leven lang hier blijven plakken voordat u het verhaal van mijn liefdesavontuur helemaal hebt gehoord. Ja, maar wat doet dat er nou toe, zolang jij praat en ik luister? Dat is toch het enige wat telt? Waar moet het in de toekomst naartoe als ik niks meer te vertellen heb? Nou, dan begin je gewoon maar weer opnieuw. U bent wel heel erg gebrand op verhalen. Ja, dat is waar. Ik leer ervan en het amuseert me ook nog. Maar ja, goede vertellers liggen niet voor het oprapen. Nee, inderdaad. Ja, daarom hoor ik het liefst in mijn eigen verhalen. Zeg, Sjaak, jij vertelt liever een slecht verhaal dan dat je zwijgt, hè? Dat klopt. Nou, ik hoor liever een slecht verhaal dan helemaal niets. Dat komt toch goed uit voor ons allebei. Vertel dan maar een verhaal waar we allebei plezier van hebben. Waar was ik gebleven? Wat had jouw broer Jean in Lissabon te zoeken? Dat je moet zijn. Hij ging naar een aardbeving toen hij er hoogwaarschijnlijk zonder hem nooit was gekomen. Om meteen daarna verpletterd te worden, verslonden en verzengd zoals het daarboven geslepen stond. Moeten wij daarom wel? Meester, in het leven weten we nooit waarover we blij moeten zijn of waarover bedroefd. Het goede brengt vaak ellende en de ellende vaak wat goeds. We trachten volkomen in het duister over wat daarboven geschreven staat en dat volslagen ongevoelig is voor onze wensen, onze vreugde, ons verdriet. Als ik huil, vind ik mijzelf een dwaas. En als je lacht? Dan vind ik mezelf ook een dwaas. Maar het lachen en het huilen, ik kan het niet laten. Vroeger maakte ik razend. Nu heb ik de wijze partij gekozen. Ik ben wie ik ben. Kan ik niet ik zijn? Je erbij neerleggen is eenvoudiger en gerieverlijke levenshouding. En Jaak, jouw liefdesavonturen. Ik roep de chirurgijn. Heer, woont u ver van hier? Wat weg. Een huis met alle gemakken? Heel wat. Neem mij met u mee. Onkosten. Ik betaal u per dag. Zo spreekt alleen een goed vriend. Op
de oogkast. Maar heer, u luistert niet. Inderdaad, ja. Daarboven staat geschreven dat jij ditmaal, en waarschijnlijk niet voor de laatste maal, praat zonder dat er naar je geluisterd wordt. Maar als iemand niet naar een ander luistert, dan denkt hij of nergens aan of aan heel iets anders. Wat is bij u het geval? Waarschijnlijk het eerste. Ja, ik dacht aan iets anders. Worden we misschien toch nagezeten? Dat is niet waar, heer. Eerlijkheid is niet genoeg. Het moet ook boeiend blijven. Gauw, voor ze weer vragen gaan stellen. Maar waar gaan we naartoe? En warm dat het hier is. Nou, dit is een hele prettige plek. We gaan hier maar een beetje liggen rusten in de schaduw van de bomen en luisteren naar het kabbelende beekje. Ah. Jij staat te peinzen. Wat zit je dwars? Wat ik daar voor mij zie. En wat zie je dan? Een veld vol guillotines. Waar? Ik zie helemaal niets. Heeft ogen als u en ik maar zien, Homa. Dat is een heel slecht voorteken, Jacques, als jij guillotines ziet. Maar ja, denk maar aan je eigen spreuk. Als het daarboven geschreven staat, kan je hoog springen, laag springen, kerel, maar je gaat voor de bijl. Ken jij het verhaal over de dood van Socrates? Nee. Nou, Socrates, dat was een wijze. Ah. En die woonde in Athene. Ook in die tijd was het een gevaar om tussen de dwazen een wijs man te zijn. Zijn medeburgers veroordeelden hem dan ook tot de gifbeker. Nou, moet jij toch toegeven, Sjaak, dat je eigenlijk wel een soort denker bent. Alleen hebben de machthebbers de pest aan denkers, omdat ze zelf nog nooit een knieval maken. En de geestelijken zien de denkers nooit in de kerk. En de dichters zien de denkers als een gevaar voor de kunst. En het gewone volk, altijd al graag geslapen van de machthebbers, ziet ze als narren, waarbij ze afleiding zoeken, of als oplichters die ze uitzuigen, omdat ze zelf geen slaven zijn. Ja, Sjaak, ik denk dat jij heel filosofisch aan je eind zal komen. Maar ja, ik hoop maar dat jij de hakbel even gelaten zal aanvaarden als Socrates de gifbeker. Reken maar. Wat? Zou jij niet rouwen om het verlies van het leven? Lekker eten, goede wijn, mooie vrouwen? Mijn lichaam sterft, maar niet mijn ziel. Hoe weet jij dat? Ik voed mijn ziel met de kennis van ideeën. Heb je dat helemaal alleen bedacht? Oh, wie dan wel? Jouw kapitein. Nee. Wie dan? Een zekere Socrates. Zeg, Sjaak, waarom heb je eigenlijk zo'n smerig hemd dan? Omdat ik er maar één heb. En waarom heb je er dan maar één? Omdat ik maar één lichaam heb. Goed, jij bent dus in het huis van de chirurgijn. En daar werd je natuurlijk verliefd, of op de vrouw, of op de dochter. U vergist zich. Ter zake, eindelijk een keer ter zake. Je knie is bijna genezen. Jij bent redelijk gezond en je bent verliefd. Als u dan zo'n haast hebt, ja, ik was verliefd. Op wie, Jacques? Op wie? Nou ja. Jacques, het spijt me dat ik tegen je ben uitgevallen, maar op wie ben je verliefd? Oh. Jacques, op wie? Aan een heerlijke brunette. Oog, mond, handen. Houdt u van portretten? Ja, maar alleen geschreven. Verf en kwasten interesseren mij minder dan woorden. Laat mij dan dit portret voor uw penselen. Zij is gezeten in een fauteuil. Aan haar voeten dartelen twee poedeltjes. Over haar lichtbruine haar zweeft een matte glans. Haar donkere ogen schitteren. De neus, daar heb ik altijd problemen mee, die slaan we over. De mond, misschien iets te groot, maar haar tanden zijn prachtig. Haar wangen zijn vol en vloeien over in haar hals.
Helaas, ze heeft geen kin. De boterzachte hals, de bloesemblanke huid die zich naar beneden verliest in de zachte schaduw onder rondingen van haar décolleté. Oh. Stop, stop, stop! Satijn, broek aan, fluweel. En handen, handen om te schilderen. En aan haar voeten die twee kleine lieve poedeltjes. Mooie composities, ja, heel mooi. Rijk, veelzijdig en zeer levendig. Maar ik kan nadenken bij de portret wat ik wil. Het roept geen enkele herinnering bij me op. Vertel me dan nog eens wat meer. Ik heb haar leren kennen in Kasteel Miremont. Wat? Het Kasteel Miremont? Dat is van mijn vriend Derklan. Ja, inderdaad, ja. Het portret wat ik u penseelde was niemand minder dan Denise. De dochter van onze huis. Maar hoe kom jij nou van het huis van de chirurgijn terecht in het kasteel van mijn vriend Derklan? Dat vertel ik u dus nooit. En waarom niet? Er zat een kind onder de toonbank van een linnenwinkel. En het huilt hartstochtelijk. En de verkoopster vroeg: waarom huil jij? En het kind zei: ze willen dat ik A zeg. En waarom wil jij geen A zeggen? Als ik A zeg, moet ik ook B zeggen. Ik zeg tegen u daarom of u raadt alweer waarom. Nou, volgens mij heb je het gewoon expres overgeslagen, omdat je het zo snel niet kon verzinnen. Dit is een waar. Jij bent dus in het huis van mijn vriend Derklan. En de huishoudster heeft haar dochter natuurlijk opgedragen om voor jou te zorgen. Voordat wij verder gaan, Jacques, was Denise nog maagd? Was Denise nog maagd? Ik geloof van wel, ja. En jij? Hoe bedoelt u? En jij? Ja. Mijn onschuld is al zo lang op de loop. Oh, dus dit was niet jouw eerste liefdesavontuur? Nee. Hoe heb jij je onschuld verloren? Die heb ik niet verloren. Die heb ik geruild. Was gelijk oversteken. Vertel hem mij eens wat over die ruil. Wat, de hele litanie. Van de eerste tot aan Denise, die hem allemaal dachten te krijgen. En niet kregen? En voor Denise, die twee buurvrouwen uit mijn dorp. Die ook dachten hem te krijgen en niet kregen. Nee, Jacques, de eerste en enige ruil. Maar jij aarzelt zo erover te praten, dat ik wed dat jij werd ontgroend door de eerste de beste oude dorpshoer. Niet wed u zou verliezen, heer. Of door de meid van de pastoor. Niet wed u zou weer verliezen. Of door haar nicht. Haar nicht. Die had dan een rothumeur. Als ze geen rothumeur had, dan zat ze in de kerk. Twee dingen die uitstekend bij elkaar passen, maar niet bij mij. Wat? Ik geloof dat ik er nu ben. Ik geloof dat u er niet bent, heer. Het was op een zon of op een marktdag. Ze mannen ging toen een marktdag. En jij ging naar de stad. Nee, zo helemaal die stad. En daarboven stond het geschreven. Helemaal niks zo gaat, wist je wel een plan. Dat jij een van die makkelijke dametjes zou ontmoeten. En dat jullie samen diep in het glaasje zouden kijken. Zo was ik niet voor u sta, ik ben maar één keer in mijn leven gedoopt. Kijk, Sjaak, als wij het verhaal over jouw verloren onschuld beginnen bij het verlaten van de doopgrond, redden wij het nooit. Meester Zak was de beste wagenmaker van het dorp. Hij was mijn peetoom, de oude Zak. De jonge Zak, zijn zoon, was mijn vriend. We waren allebei even oud. Toen wij 18 werden, waren we verliefd op hetzelfde meisje, Justine. Een naaistertje. Ze verkoos de jonge Zak boven mij. Ik heb nooit, nooit, nooit kunnen begrijpen waarom. De jonge Zak die sliep op een vliering. En dan kon je komen via een trappetje dat even ver van het bed van de oude Zak stond als van de voordeur. Als de oude Zak dan sliep, kwam de jonge Zak stiekem naar beneden, onhoorbaar, sloop naar de voordeur, haalde die van het slot af en sloop weer onhoorbaar naar boven toe. Even later kwam Justine, duwde zacht de deur open. Sloop de kamer door, onhoorbaar. Paste op dat ze niet tegen de meubels stoten. Onhoorbaar naar de
Verdween zoals ze gekomen was. Op weg naar een andere vliering. De hare of die van iemand anders. Het verkeer was tamelijk intensief op de trap. Op een ochtend lag de jonge zak te slapen in de arm van Justine. Vermoeid van het werk van de vorige dag of dat van de voorgaande nacht. Toen er een afschuwelijke stem klonk onderaan de trap. Zak! Zak! Vervloekte luilak! Het is 5 uur, het angelus heeft geluid. Ben je die vervloekte boer vergeten? Die zijn wagenwiel nog moet hebben. Stappenzak, ik breng het er meteen. Je kunt zich de angst voorstellen van die twee jonge mensen. Van Zak, van de jonge Zak en Justine. Justine, die zwoer dat ze nooit meer op de zolder zou komen. En dezelfde avond was ze er weer. Maar de jonge Zak, die kleedde zich snel aan en ging onmiddellijk naar de lastige boer om het wiel te brengen. En Justine? Die dorst niet naar beneden. En de oude Zak? Die ging aan het werk en merkt dat hij zijn pijp op de vliering heeft laten liggen. En gaat hem zoeken. En Justine? Justine. Meer dood dan levend graait ze de kleren bij elkaar en schiet poedelnaakt onder het bed. En de jonge Zak? Die komt mij tegen. En vraagt of ik hem wil helpen. Ik zeg op één voorwaarde, laat mij de tijd. Hij stemt toe, ik ga weg. De oude Zak ziet mij en zegt, wat zie je eruit? Je lijkt wel een lijk. Maar heel die tijd, vraagt u me niet waar ik gezeten heb, vraagt u me liever hoe ik thuis kom. Ah, vervloekte luilak, je bent de hele nacht niet thuis. De hele nacht, ik heb de hele nacht gewerkt, ik kan bijna niet meer bij benen staan. Oh, weet je wat je doet, ga naar de vlier, ik slaap me wat uit. Ik kom op de vlier, ik ben in 2 tellen uitgeknet, ik duik in bed. Dat is tussen de dekens geen justitie. Niet in bed, dan moet ze eronder liggen. Ik grijp onder het bed, voel een van haar armen, trek haar in bed, kus haar om haar op te monteren. En als duisternis niet bang maakt, maakt het in ieder geval ondernemend. Oh, jij gaat dat meisje verkrachten. Zo niet door lichamelijk geweld, dan toch zeker wel door geestelijke terreur. Ik heb haar geestelijk nog lichamelijk enig kwaad gedaan. Zij mij ook niet. Ze kuste mij ook, maar plotseling zegt ze, nee, Jacques, nee. Ik doe net dat ik wegga als ik bij de deur sta, zegt ze, ik kan toch niet tegen je op. Kom ik terug. En ik kus haar. En ze zegt, beloof me 1 ding. Wat? Dat de jonge Zak het nooit te weten komt. Oh, en jij beloofde, jij bezwoer het en alles ging prima. Alles ging prima, alles ging gesmeerd. Het ging dus goed. Het ging meer dan goed. Meer dan goed, best. Alsof hij er zelf bij geweest is. Als alles voorbij is, kom ik naar beneden. De oude Zak ziet mij en zegt, haha, je bent herboren. Je gezicht is weer fris. En blozen als een kind dat van de borst komt. Ja, slapen is gezond, slapen is gezond. Ondertussen, de jonge Zak. Ik heb zo'n idee dat de naam Zak u stoort. Het is de ware naam van mijn peetoomzak. Ik bedoel, de trouwactes, overlijdensactes, geboorteregisters, die zijn allemaal getekend met de naam Zak. Onbegrijpelijk. De afstammelingen die nu in de winkel staan, heten allemaal Zak. Die kindertjes van ze, als die de straat oversteken, zeggen de mensen, ach kijk dan toch, de kleine zakjes tegen de straat. U luistert niet, heer. U bent ergens door afgeleid. Ik wil wedden dat het de guillotine zijn. Niet wedden, jij bent toch. Ja, Jacques, ik kan er niet tegen. Ze maken me doodzenuwachtig, die guillotines. Ja, waarom kijkt u mij zo aan? Denkt u dat ik de schuldige ben? Vindt u mij een ongeluksprofeet? Nee. U bedoelt ja, omdat ik heb gezegd dat wij, dat alles daarboven geschreven staat. Nee. Ja, omdat ik heb gezegd dat wij amusant moeten blijven. Nee. Ja. Laten wij maar uit elkaar gaan. Als ik u ongeluk breng,
Laten wij dan maar uit elkaar gaan. Sjaak, jij bent niet wijs. Sjaak. Sjaak, niet weggaan. Kom, Sjaak. Kom nou, laten we nou toch geen ruzie maken. Ga nou maar verder met je verhalen vertellen. Welk verhaal? Nou, dat verhaal van die twee buurvrouwtjes die het op jouw onschuld hadden voorzien, die je ontgroend hebben en toen ook weer niet ontgroend. Het was op een bruiloft. De dochter van een van onze buren was getrouwd. En op het feest, op het bruiloftsfeest aan tafel, kwam ik precies per ongeluk of per geluk te zitten tussen de twee grootste grappenmakers van het dorp. Ze vonden mij een enorme sukkel. Hoewel ik niet zo stom was als zij dachten dat ik was, denk ik. Ze wilden mij uithoren over het bruidspaar en het bruidsbed en wat zich daar allemaal ging afspelen. En ik gaf nogal schaapachtige antwoorden. Ze lachten zich suf. Een vrouw aan de andere kant van de tafel vroeg: wat valt er te lachen? De gek, vertellen we je straks wat. Feest gaat door, mijn tempiliteit ook. Aan het einde van de maaltijd wordt er gedanst. Le tuton, super tuton, super long. Als het feest afgelopen is, ligt alles in bed. Het bruidspaar in het bruidsbed. Oh! Ik eenzaam in mijn twijfelaar. En de twee spotters in hun echtelijke bedden. Waar ze hun vrouwen vertellen over het onbegrijpelijke, onbeschrijfelijke wonder. Dat ik 22 jaar oud, flink in het vlees, zonder gebrek geschapen als ik ben, heel monter, beslist niet dom. Doe maar. Zeer knap van uiterlijk. Dat ik zo groen was, zo grasgroen. Alsof ik net uit de moederbuik was komen kruipen. Die twee vrouwen wisten niet wat ze hoorden. De volgende dag, precies wat ik dacht, stond de vrouw van de eerste spotter bij ons op het erf en vroeg aan mijn vader... Hoe heette ze? Margarita. Vroeg aan mijn vader of een van zijn jongens haar graan naar de molen wilde brengen. Ze wist dat de keuze op mij zou vallen, want ik was de sterkste. Ik haal de ezel. Ik neem haar zak. Gooi die op de ezel en ga menig. Let u pas op, c'est pas super. Let u pas op, c'est pas super. Hallo, c'est ça. Ik denk, is dat, ik ben teleurgesteld. Wat? Ik denk, is dat nog alles? Maar nee. Tussen de molen en het dorp was een klein bos. En daar zat ze. Margarita. Ze keek mij aan en zei: Jacques, wat heb je al die tijd uitgevoerd? Ik zit hier al een uur op jou te wachten. Het water stond laag. De molen maalde langzaam, de molenaar was dronken en de ezel was koppig. Kom, Sjaak, kom nou toch even naast me zitten, dan praten we wat. Maar u praat niet. Ik zat een beetje te dromen, Sjaak. Ik dacht aan wat mijn man over jou vertelde. Wat heeft hij u dan niet geloven, hoor? Het is een grappenmaker. Nou, hij vertelde dat jij nog nooit van je leven verliefd bent geweest. Daar had hij gelijk in. Wat? Op jouw leeftijd zou je niet weten wat een vrouw is? Ik niet wat een vrouw... Kom! Ik zal niet weten wat een vrouw... Dat mag ik even. Een vrouw, dat is... Met onderrokken en grote borsten voor. Wat, meer weet jij dus niet? Oh, nee. Nee. Leer het me. Hoe bedoel je? Oh, als u het wilt, dan steken zij niet meer de draad met mij. Waarmee? Met wat ze steeds voor mij vertellen. Wat ze mij vertellen, wat ze me niet willen leren. Leert met mij. Inmiddels was de nacht gevallen. Oh. Zij zuchtte. Ik deed net of ik dacht dat ze zich niet goed voelde. Voelt u zich niet goed, mevrouw? Jawel, ik zat een beetje te dromen. Oh, droomt u wel vaker zo over? Vrij vaak. Als u naast uw man ligt? Ja, ook, waarom? Nee. Helpt u mij. Leert u het mij, alsjeblieft. Hoe bedoel je, Sjaak? Waarom ze altijd lachen en wat ik niet weet?
Sjaak, ik weet wel dat je een hele brave jongen bent. En ik weet ook wel dat je het niet verder zal vertellen, maar daar begin ik niet aan. Zij greep mijn hand. En ik weet niet waar ze hem heen bracht. Maar een feit is dat ik zei... Daar is niks. Daar zit niks. Vuile smeerlap. Nee, nee, maar een feit was dat mijn hand zat bij haar waar niks had. Maar dat haar hand zat waar bij mij nou juist wel wat zat. En een feit was dat ik haar niet hoefde te helpen. Dat zij zelf alles aanpakte. Dat was zo fantastisch. Dat ik zei, wat is dit fijn? Wat is dit fijn, Suzanne? En ze heette Margriet. Nee, een feit is dat ik... Dat ik de namen prongelijk door de war haalde. En dat ik zei wat Mark, dat ik haar bekende, dat ik het al had geleerd van Suzanne. Alleen op een andere manier. En dat ik plotseling dacht, wat is het benauwd? En dat haar dijen klem zaten om mijn billen. En dat, ja. U zult zich misschien afvragen waarom men denkt als ik van die pornografische verhalen vertel. Op de eerste plaats zijn het geen verhalen, maar ware gebeurtenissen. En op de tweede plaats, waarom fronst u uw wenkbrauwen niet bij al die anderen? Bij Rabelais, La Fontaine. Voltaire. Waar denk je aan? Aan die grote aderlaters daarginds. Wie weet, misschien staan ze er wel helemaal niet voor mijn nek. Dat is nog de vraag. Misschien staat daar boven wel geschreven dat ik alleen maar hoef toe te kijken bij de executie van een ander. En wie weet hoe dichtbij die is, die ander. Of hoe ver weg. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, ga onder de bijl als het noodlot dat wil. Mij blijft het hetzelfde. Maar jij moet niet brutaal worden. Niet kwaad worden, heer. Niet kwaad worden. Ze hebben al meer doodeerlijke mensen de kop afgehakt. Bij vergissing. Dat zijn de vergissingen van de rechtspraak of van de tijd. Ook die staan boven geschreven. Ja, maar dat soort vergissingen zijn hoogst fataal. Maar wie wint ons nou op? Wie wint ons nou op? Ja, van het grote boek. Maar ik voel toch dat ik vrij ben. En ik dacht ook dat ik wist wat ik wou. Meester... Driekwart van het leven is willen zonder doen. Dat is waar. Of doen zonder willen. Weet jij wat ik nou eens wilde dat jij eens deed? Het verhaal van mijn liefdesavontuur aan me. Ja, mag ik het soms niet helemaal horen? Natuurlijk wel, van mij wel. Maar is het u niet opgevallen dat zodra ik begin te vertellen de duivel zich erin mengt en de woorden uit mijn mond haalt voordat ik iets gezegd heb? Ik zeg het komt nooit af, ook dat staat boven geschreven. Ja, maar probeer dan nog eens, kerel. Waarom vertelt u niet een van uw avontuurtjes? Ja, dat zou de doem breken. Dan kan ik weer verder vertellen. Vertel. Goed. Maar kort. Ja. Ik bedoel, een gebaar, een woord zegt vaak meer dan een roze klets. Jij moppert altijd als je in de reden wordt gevallen. Nou doe je het zelf. Waarom mag een heer zijn dienaar in de reden vallen zo vaak als hij wil en niet omgekeerd? Ze heette Agathe. Als u weg bent, dan ga ik vaak naar de bibliotheek, dan haal ik een boek. Ze heette Agathe. Meestal een geschiedenisboek. Ze heette Agathe. Ik hou van geschiedenisschrijvers, die schrijven alleen op wat nodig is, de waarheid. Ze heette Agathe. Die hoeft niet altijd boeiend te zijn. Ze heette Agathe. Ik hou van de waarheid. Ze heette Agathe. Alles om mij heen is waarheid. Ze heette Agathe. Neemt u niet kwalijk. De machine was opgewonden, moest even aflopen. Is u nu afgelopen? Ze heette... Agathe. Wij beminden elkaar.
Ik moest weg. Na een korte reis kwam ik weer terug. Maar Agathe was dood. Mijn liefde ook. Denise verzorgde elke ochtend mijn knie. Op een ochtend zei ik, jij moet mijn knie wel heel goed kennen. Nou, ze, elk plekje. Ik zei, dat is niet eerlijk, dat is niet eerlijk. Ik heb jouw knie nog nooit gezien. Laat hier maar even stoppen. Waarom? Nou, je schijnt bijna aan het einde te zijn van je verhaal. Nog niet, hoezo? Nou, als je toch al aan de knie bent, is het niet zo ver meer. Denise had erg lange benen. Maak het verhaal dan tenminste kort. Ze stond voor mijn bed. Met twee handjes trok ze haar zoon van haar jurk omhoog. En ze liet mij haar kuiten zien. Ik werd gek van opwinding. En toen verscheen haar knie en ik stortte mij op Denise. En ik kuste haar hand. Wat? Wat? Je hebt alleen de hand gekust. Een handkus. Wat een mooi slot. Vindt u mij een dwaas? Misschien. Of wijs. Kan je me nu uitleggen wat een wijze is en wat een dwaas? Natuurlijk. Een dwaas is een ongelukkig mens en dient ten gevolg is een gelukkig mens wijs. Maar wat is nou een gelukkig en wat is nou een ongelukkig mens? Ja, dat is nogal simpel. Een gelukkig mens is wiens geluk daarboven geschreven staat. Dient ten gevolg is een ongelukkig mens wiens ongeluk daarboven geschreven staat. En wie schrijft daarboven het geluk en het ongeluk van de mensen op? Wat koop ik daar nou voor dat ik dat weet? Vermijd ik daarmee de kuil waarin ik mijn nek moet breken? Ja, ik denk van wel. Ik denk van niet! Want dan zou er een verkeerde regel in het boek staan. Waarin staat niets dan waarheid, alleen maar waarheid. Veronderstel, er staat geschreven op die en die dag zal Sjaak zijn nek breken. En ik breek mijn nek niet. Is het afgelopen. Veronderstel, er staat geschreven op die en die dag zal het hoofd van Sjaak's meester... Wat wil je daarmee zeggen? Ik bedoel, de berekeningen die wij maken, die zijn volledig anders dan de berekeningen die bovenop de rol staan. Weten wij wanneer het einde komt? Jaak? Meester? Wat zei je? Niets. Niets? Nee.